Een hele goedemorgen allemaal, welkom weer bij een nieuwe Bitcoin nieuws video. Mijn naam is Aarijskamp en ik voorzie jou vandaag van het laatste nieuws: hele belangrijke nieuwtjes natuurlijk te bespreken, maar ook de technische analyse en de prijsbewegingen. Wat gaat Bitcoin doen? Wat kunnen we verwachten, dat is wat we nu gaan bespreken. Let's go! Zo, een hele goede morgen. Ja, als we kijken naar de prijs van Bitcoin, zien we dat we gisteren flinke volatiliteit hebben gehad. En ook op hele rare tijdstippen. Om namelijk kwart voor tien, ook in de of in de middag, rond twee uur was er al best een volatiliteit. Maar eigenlijk die in de avond was bizar. Als we namelijk even kijken naar de dump. Hadden we gewoon in een hele korte periode een 6%, persoon, 6 dump. Wat is hier de reden van geweest? Vermoedelijk. Um, er was namelijk. En ik weet niet of dat gisteravond om dat tijdstip exact was. Maar het Twitter-account van de SEC was gehackt. Ze hebben toen. Uh, vervolgens hebben ze het Twitter-account gehackt en hebben ze gezegd. Today, the SEC grants approval for Bitcoin ETFs for the listing on all registration national security exchanges. The approved Bitcoin ETF will subject to ongoing surveillance and compliance measures to ensure continued investors' protection. Dit was de tweet die gisteren naar buiten is gegaan. En al snel kwam het volgende naar buiten van Carly Gernske. Dat dus inderdaad de SEC Gov Twitter account was compromised en unauthorized tweet was posted. Ze weten dus niet wie het heeft gedaan en ze kunnen het niet achterhalen. Maar dit heeft een flinke volatiliteit met zich meegebracht. Oftewel het was niet te lezen op de SEC website. Dus allereerst voordat zo'n tweet of als zo'n tweet naar buiten komt. Controleer altijd eerst de bronvermelding. Controleer hoe het ervoor staat. Controleer of het echt zo is. Inmiddels, als we even naar het vierde tijdframe gaan, zitten we nog steeds zoals we eigenlijk gisteren hadden besproken. zijn zijn wel ietsje hoger gekomen. Zitten we nog steeds in de zone? En we zouden best nog eens kunnen zakken naar 44.533. Zolang dat level houdt zoals we hem hier hebben uitgetekend. Kunnen we gewoon nog steeds verder omhoog. Dat betekent wel wanneer bitcoin onder de 44.000 ja, 500 komt. Dan verwacht ik nog steeds um, die trapsituatie die we hadden besproken. Naar 39.000 toe. Dit is wel wat we gisteren hadden besproken. En waar rekening gehouden mee moest worden. En dat geldt nog steeds al zijn we iets hoog gekomen met een scam. -week, die ik in dit geval door de tweet niet meetel. Mijn target ja, ligt dan nog steeds ja, tussen de 40.300 en de 39.000, waar Bitcoin dan heen zou kunnen zakken. als het een trap wordt. Nogmaals, zolang je hier houdt, eh, rond die 44.500 zouden we al gewoon omhoog kunnen gaan. En Grayscale weigert mee te gaan met Bitcoin prijzenoorlog en handhaaft het duurste product. Zij gaan dus niet mee met de prijzenoorlog. En ze staan dus gewoon achter hun volledige um, beding en Grayscale is het bedrijf met ruim al meer dan 600 bitcoin in hun fonds, dus ze hoeven ook natuurlijk niet echt te concurreren. nog een ander belangrijk dingetje: bijna niemand op durft bitcoin op dit moment te shorten. dit zien we terug in de cijfers dat de shorts minimaal zijn. en als laatste artikel, ja de open interest is 20 miljard inmiddels en dit is gigantisch en is de afgelopen 24 uur zelfs met 11% gestegen nou, en eigenlijk wat ik altijd weet wanneer de open interest heel hoog is, maakt niet uit hoe wat, is het meest waarschijnlijk dat er toch een kleine pullback of iets dergelijks een afkoeling inkomt voordat we uiteindelijk Verder gaan stijgen. Maar dat is mijn mening. Dat zien we gewoon vaker op basis van cijfers en fundamentals. Dat wanneer er open interest heel hoog is. Dat er even een uitshake. moet komen voor we verder omhoog gaan. Dus hou gewoon rekening met de trap op macro niveau. Zolang die 39.000 houdt, is er niks aan de hand. En dan wil ik jullie natuurlijk allemaal weer een hele prachtige en fijne dag toewensen. Best voor het beste. Ciao, ciao.